De Ajax-vrouwen speelden zondagmiddag in Heerenveen tegen Heerenveen. Ajax in achtervolging op koploper PSV. Het gat is voorafgaand aan deze wedstrijd 7 punten. En met de wedstrijd minder gespeeld kan het worden teruggebracht weer tot 4 punten. 4 punten is ook het verschil met de tegenstander van vandaag. En Heerenveen krijgt de eerste kans via Quinty Sabayo. Heerenveen had de week eerder knap een punt pakte op bezoek bij PSV. En dus is Ajax gewaarschuwd. Hier Marjolein van de Biggelaar. Levert in, maar de bal weer veroverd door Soraya Verhoeven. Die Vanity Leverissa wegstuurt. Met de eerste kans voor Ajax. En zij lopt hem net over de lat. Dan een vrije trap voor de ploeg van Danny Schenkel. Met Desiree van Lunteren achter de bal. En ook die bal gaat over het doel van Heerenveen. Ajax grijpt meer en meer het initiatief in de eerste helft. Munsterman naar Soraya Verhoeven. Verhoeven met een goede voorzet. Daar is Ashley Bakker. En zo komt Ajax vlak voor rust op voorsprong. Prachtige voorzet van Soraya Verhoeven. En goed binnengeknikt door Ashley Bakker. Ajax op voorsprong in Heerenveen. Dat is ook de ruststand. En na de T hier voor het eerst Heerenveen eruit. Met Wielle Dauma. Dauma dan maar zelf schieten. Een redelijke poging. Maar Lise Kop hoeft niet in actie te komen. Pelova. Naar Leverissa. Niet veel kansen in de tweede helft. Hier is een kansje in de maak via Marjolein van de Biggelaar. Maar de bal gaat een meter voorlangs. Bal kwijt bij Munsterman. Daar is weer Dauma. Weer schieten. En nu wat meer problemen voor Lise Kop. Maar echt heel gevaarlijk wordt Heerenveen ook niet. Dan Verhoeven. Tegen de speelster op, zo komt hij met wat geluk voor de voeten van Pelova. En die moet de wedstrijd eigenlijk in het slot gooien. Maar tot scoren komt ze niet. Grote kans voor de jonge middenvelder van de Ajax-vrouwen. Nog 5 minuten op de klok. Heerenveen op zoek naar een gelijkmaker. En er komt hier nog een kans. Maar deze poging gaat ver over. En zo pakt Ajax de 3 punten, blijft het op de tweede plaats. En volgende week speelt het al de laatste competitiewedstrijd van 2019, dan thuis tegen PEC.